Welkom, dames, heren, meisjes en jongens. Fijn dat u vanavond kijkt of luistert via de lokale omroep Krimpen of de sociale mediakanalen. Vanwege het coronavirus zijn we genoodzaakt de herdenking vanavond zonder publiek te doen. Het is nu 76 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en dat we sindsdien in vrijheid mogen leven. Vanavond staan wij hier, samen met u, op afstand, maar toch zo dichtbij, stil bij alle Krimpenaren die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. En bij alle mensen die hun leven gaven, zodat anderen konden blijven leven. Via hen herdenken wij vandaag alle mensen die door de verschrikking van oorlog en terreur om het leven zijn gekomen. In oorlogssituaties of vredesmissies. Er wordt nu een krans bij het monument gelegd door burgemeester Vroom en zijn echtgenote. U hoort zo het trompetsignaal. Geef acht. Aan het einde van de 2 minuten stilte wordt een couplet van het Wilhelmus gespeeld.
Vandaag is het 4 mei. Elk jaar is het vandaag dodenherdenking. En net als vorig jaar komen we niet samen op de begraafplaats. En net als vorig jaar is alles anders met corona. En de doden waar we op 4 mei aan denken, zijn de mensen die doodgingen aan oorlog en vervolging. Maar bij dodenherdenking denk ik nu ook aan een heleboel mensen die zijn doodgegaan aan corona. En veel mensen hebben afgelopen jaar daar iemand aan verloren. Ongelooflijk verdrietig. Maar ja, vandaag 4 mei is dodenherdenking. Het is heel ergens anders voor bedoeld. We denken aan alle mensen die zijn gestorven in de Tweede Wereldoorlog. En aan de mensen die zijn omgekomen omdat ze voor ons als soldaat naar verre landen moesten. En bij oorlog zijn er ook altijd heel veel vragen. Is het nodig om te vechten? Hadden we kunnen voorkomen dat het gebeurde, dat het nodig was, maar als het dan nodig is, dan sturen we soldaten. En die gaan dan ook. Of ze komen Nederland bevrijden, 76 jaar geleden inmiddels, uit verre landen helemaal hierheen. Vaak was het hun eerste buitenlandse reis. Ja, en vorig jaar was 4 mei bijzonder, omdat het 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog was. En toen hebben we de schitterende vrijheidstulpen zien bloeien. En dit jaar is het weer bijzonder. Het is 70 jaar geleden dat de Molukse soldaten en hun familie naar Nederland moesten komen. Eeuwenlang hadden ze voor ons gevochten en gewerkt, maar 70 jaar geleden kwam daar opeens een eind aan. En dat verdriet, dat heeft dit jaar een speciale plek gekregen. En ik hoop dat we aan het eind van de lente, ergens aan het begin van de zomer, van de regering iets bijzonders daarover gaan horen. En in de Tweede Wereldoorlog zijn ook Krimpense soldaten om het leven gekomen. Ze gingen vechten op de fiets, lopend, tegen een groot en machtig Duits leger. En hun namen staan hier in Krimpen op een eregraf. En straks horen we van een familielid, van eentje van hen, die vertelt hoe het was dat zijn broer doodging in de oorlog. En we horen wat een verdriet dat gaf aan het gezin. Want oorlog is een groot begrip, maar oorlog bestaat uit een hele grote optelsom van kleine verhalen. En vanochtend hebben we ook het levenslicht van Daan Rozengaarde een vaste plek bij het raadhuis gegeven. En het afgelopen jaar hebben we struikelstenen gelegd. Daar staan de namen op van de Joodse krimpenaren die vermoord zijn door de Duitsers. Soms met hulp van krimpenaren. Soms omdat mensen een ordinaire burenruzie op die manier wilden oplossen. Stuur maar naar de kampen, zeiden ze. Want we wisten allemaal al lang dat de treinen leeg kwamen uit Oost-Europa. En met dat kunstwerk en die struikelstenen zorgen we voor een levende herinnering. En in de oorlog gingen ook in Krimpen mensen dood van de honger of ze werden ziek. Ze moesten zich doodwerken voor de Duitse oorlogseconomie. En in Krimpen wonen ook vandaag de dag veel mensen die oorlog hebben meegemaakt. Op andere plekken in de wereld. Mensen uit Nederlands-Indië, zoals het toen nog heette. Molukse soldaten. Maar ook mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Somalië. Mensen uit heel veel landen waar je eigenlijk gewoon kon kiezen. Vechten voor de dictator of vluchten. Je mond houden of rennen. Gedood worden of wegwezen. En tijdens die vlucht zijn zoveel vrienden, broers, ouders omgekomen op volle zee of in de vrieskou van de vluchtelingenkampen. In Krimpen wonen ook veel mensen die als soldaat naar oorlogen zijn gestuurd. Nederlandse soldaten die hebben gewerkt aan vrede, veiligheid hebben geleverd op ontelbare plekken in de wereld. Joegoslavië, Afghanistan, Nieuw-Guinea, Mali, Somalië. Op volle zee, in de jungle, in de woestijn, in de kou. Heel veel veteranen die kwamen gewond terug. Meestal niet fysiek gewond aan hun lichaam. Maar heel vaak hebben ze wel mentaal een deuk opgelopen. En vaak zijn ze sterk genoeg om gewoon door te kunnen. Maar te vaak is onderschat hoe beschadigd ze zijn geraakt. Onderschat door de hoge bazen van Defensie. Maar ook door ons als samenleving. En wat weten wij van de verhalen van mensen die moesten vluchten? Die hun familie van het vlot zagen afschuiven en verdrinken. En wat weten wij van de ervaringen van een Dutch Bed 3 veteraan? En wie durft er door te vragen? Als een oude veteraan met tranen in zijn ogen terugdenkt aan al die kinderen die gedood moesten worden, omdat hij ze wilde helpen met een aspirientje. Gedood door de vijand die hij kwam te bestrijden. En wat is de motivatie van jonge vrouwen en mannen die ervoor kiezen om bij de politie of bij de marine te gaan? Medisch specialist bij de landmacht? En hoe diep zitten de emoties als je iemand hebt moeten doodschieten omdat je je kameraden moest beveiligen? Heel veel mensen dragen zo'n verhaal met zich mee.
Buren die niet meer terugkwamen. Schilderijen die ingepikt bleken nadat ze terugkwamen uit een concentratiekamp. Het verhaal van het verlies van een broer. We kunnen veel leren van het stellen van vragen. Door eerst niet iets heel stellig en zeker te beweren. Maar wat heb jij meegemaakt? Vraag dat eens. Wat is voor u de meest angstige herinnering? Aan wie denk jij op 4 mei? Het is goed om elkaar vragen te stellen. Vragen stellen voorkomt zeker weten. Vragen stellen maakt het gesprek mogelijk en leidt tot het delen van verhalen. En met het vertellen van verhalen krijgt herdenken vorm. Zodat wij niet vergeten wat er is gebeurd. En wat er nog steeds op te veel plaatsen in de wereld gebeurt. En morgen is het 5 mei. Dan denken we eraan dat wij ondanks corona bevrijd zijn. Dat we vrij zijn. Dat we mogen geloven, denken, zeggen wat we willen. Zelfs als we in die vrijheid hele domme dingen zeggen. Of hele domme dingen doen. Dat mag dat ook. En dat is niet te bevatten, die vrijheid. Zo waardevol. Nabestaande, de heer Buys, houdt nu zijn toespraak. Hij vertelt u over het verlies van zijn gesneuvelde broer in de Tweede Wereldoorlog en de impact die dit op het gezin had. Ik zal u iets vertellen over Jan Buys, mijn broer en onze familie. Jan Buys werd op 7 augustus 1920 in de Stormpolder geboren. En als jongen ging hij werken bij de leerschool De Hoop van Van der Giessen. Hij heeft daar buitengewoon mooie werkstukken vervaardigd, waarvan er nog steeds heel veel in ons bezit zijn. Zijn baas van de leerschool, Duis de Wit, heeft Jan toen aanbevolen bij de chef tekenkamer. En daar is Jan toen als leerling tekenaar gaan werken. 'S Avonds ging hij naar de vaktekenschool en fietste 2 avonden per week naar Rotterdam, naar de technische avondschool. Op 31 maart 1940 behaalde Jan zijn diploma scheepstekenaar. En meteen de daaropvolgende dag, 1 april 1940, moest Jan voor zijn nummer in militaire dienst. Hij werd gelegerd in de Brabantse kazerne in Roosendaal en was toen 19 jaar oud. Hij zou nu 100 jaar geweest zijn. Slechts 5 weken later, op woensdag 8 mei, werd hun compagnie overgeplaatst naar de kazerne Cornelius Musius in Delft, nabij het vliegveld Ypenburg. En 2 dagen later, vrijdag 10 mei 1940, brak de oorlog uit en vond de verraderlijke Duitse inval plaats. Duitse tanks vol treinen met soldaten rolden de Nederlandse grens over. En bij de gevechten in Mil, nabij Nijmegen, zijn toen op 10 mei de Krimpense soldaten Johannes Nobel en Gerrit de Vries gesneuveld. 12 mei is Jan Maudek gesneuveld bij Sint-Oedenrode. Deze 3 mannen waren gemobiliseerde soldaten en waren nog slechts 28, 29 en 30 jaar oud. Maar er was ook een vooruitgeschoven front, want Duitsland wilde zo spoedig mogelijk ons regeringscentrum in Den Haag bezetten. En op die vroege vrijdagochtend van 10 mei hoorden de soldaten boven hun kazerne in Delft een enorm vliegtuiglawaai. Die gaan Londen bombarderen, dachten ook de recruten Jan Buys, Kees van Driel en Toon de Wit. En ze gingen met z'n drieën naar buiten. Maar die vliegtuigen gingen toen niet zoals gewoonlijk naar Londen, want het doel was de regeringsstad. En plotseling was de hemel tussen Delft en Den Haag, nabij het vliegveld Ypenburg, gevuld met Duitse parachutisten. En hangende aan hun parachutes begonnen deze goed getrainde Duitse soldaten onmiddellijk te vuren. Jan Buys stond te midden van zijn 2 vrienden en werd dodelijk getroffen.
Kees van Driel vertelde later, hij viel zo naast meneer. Jan was dus een van de eerst gesneuvelde Nederlandse soldaten. Die slag om de residentie hebben de Duitsers eigenlijk verloren. En ook in Rotterdam boden onze mariniers hevig tegenstand. Maar als gevolg daarvan kwam de Duitse represaille op 14 mei. Het verwoestende en dodelijke bombardement op Rotterdam, waarna Nederland capituleerde. Maar na die oorlogsdagen kwam Jan Buys niet naar huis. Mijn vader Henk fietste toen dus naar Delft, maar daar was Jan niet, zei men. En mijn vader werd doorverwezen naar de kazerne in Roosendaal. En daar was Jan Buys ook niet, want hij was immers vlak voor die Duitse inval overgeplaatst naar Delft. Vader Henk dus weer terug naar Delft, waar duidelijk werd dat zijn zoon Jan gesneuveld was. Met die wetenschap fietste hij naar Krimpen en daar aangekomen durfde hij eigenlijk niet naar huis, niet naar binnen en bleef lange tijd op de hoek van de Kruisstraat staan tot hij werd opgemerkt en naar binnen gehaald door mijn zus Aats. Na Jan, het oudste kind. Zij heeft mij dit verhaal vele malen verteld. Weer twee dagen later liep Kees van Driel samen met zijn vader vanuit Ridderkerk naar Krimpen om de ouders van zijn vriend Jan Buys in te lichten over die militaire gebeurtenissen, zowel in Roosendaal als wat er in Delft gebeurd was. Kees van Driel en de hele familie zijn toen hun leven lang onze vrienden gebleven. Wij woonden toen in mei 1940 in de Kruisstraat aan de rand van de nieuwbouw, die nu dus Oud-Krimpen heet. En onze ouders waren toen 41 en 42 jaar. Jan was dus 19, de oudste, en daarna volgden Aats, Eldert, Adrie en ik, 15, 13, 18 en anderhalf jaar oud. Jan heeft dus wel met mij als klein broertje gespeeld, maar ik heb geen persoonlijke herinneringen aan hem. Eldert en Adrie zijn helaas niet oud geworden. Ik ben nu pas 82 en mijn zus Aats is 96. En zij vertelt nog steeds heel veel over haar broer Jan. In ons gezin is namelijk Jan eigenlijk altijd gewoon ter sprake blijven komen. Al was dat in het begin voor mijn moeder te zwaar. Zij raakte toen in een flinke dip. Mijn zus was winkelmeisje in Rotterdam, maar die winkel was ook gebombardeerd en zij heeft toen in Krimpen het huishouden op zich genomen. Zij ging bijvoorbeeld met mij naar het consultatiebureau. Ze was toen 16 en de dokter zei dan: oh, wat hebben wij daar voor een leuk jong moedertje. Van dat kleine zinnetje kan mijn zus nu nog steeds nagenieten. Maar als kleuter begreep ik natuurlijk niets van die situatie. Van een broer die gesneuveld zou zijn. Helemaal niets. Maar er stond een foto in het raamkozijn met twee soldaten in uniform. Capie op het hoofd, beenwinsels om. En als ik dan vroeg: wie zijn dat, moeder? Dan zei ze: oh, dat is je broer Jan en zijn vriend Kees van Driel. Maar die Kees van Driel kwam zo regelmatig bij ons langs dat ik dacht dat dat mijn broer Jan was. En als hij dan later afscheid nam, dan zei ik: waarom ga je nou weer weg? Blijf toch gewoon thuis, net als Eldert. Zo was het met vele dingen. Als moeder zei: Hans, ga je mee naar Jan? Dan ging ze op de fiets met mij hier naar Boveneind. En ik dacht natuurlijk dat we naar mijn broer Jan gingen. En ik dacht natuurlijk dat mijn broer daar woonde. Want er staat hier maar één huis. En ik dacht: wat woont hij in een mooi huis met zo'n mooie poort? Maar Jan zelf zag ik niet. Eén keer zag ik hem.
door die ronde poort heen. Ik zal toen een jaar of 4 geweest zijn, want ik weet het nog zo goed. En ik riep, moeder, daar zit hij. En ik rende daar doorheen. Daar zat een meneer op zijn knie aan het werk. Maar dat was Jan niet, dat zag ik zo. Hij leek niet op die foto. Dat bleek dus meneer Otterspeer te zijn, de grafdelver. En toen mijn moeder de volgende keer zei, Hans, ga je weer mee naar Jan? Toen heb ik gezegd, nee moeder, ik ga echt niet meer mee. Hij is toch nooit thuis. Ik groeide ook op en wilde ingenieur worden bij Van der Giessen. Ik fietste naar Rotterdam via het Veer van de Ruit, naar het Libanoniceum en later naar station Blaak. Want ik werd spoorstudent om naar de TU in Delft te gaan. En als ik dan 's ochtends om 7:15, iedere ochtend op de fiets sprong, dan riep ik, dag moeder, ik ga naar Delft hoor. Maar dan had ik geen idee dat mijn moeder dan altijd, maar dan ook altijd dacht, oh, als die maar weer thuis mag komen. Want er was al eens eerder een zoon van haar naar Delft gegaan. Nu ging het toen zo dat ik mijn moeder natuurlijk al gauw eens meegenomen heb naar Delft. Om haar te laten zien waar ik weg- en waterbouw studeerde. En toen heeft mijn moeder in Delft al die grote gebouwen van de TU gezien. Dat was best heel indrukwekkend. En toen zijn we ook op de begraafplaats Jaffa geweest, waar ik elke dag 2 keer langs fietste. Op Jaffa in Delft staat een heel groot oorlogsmonument, omdat daar in Delft door die slag om de residentie 100 soldaten zijn gesneuveld. Nabij het vliegveld Ypenburg. Mijn moeder zag toen plotseling de naam van haar zoon op dat monument staan. Soldaat Buis J. Toen was het heel stil. Maar toch heeft dat bezoek haar goed gedaan aan Delft. De begraafplaats zowel als die grote gebouwen. Daar was daarna toch voor haar een scheiding in en ze dacht niet zozeer meer aan het graf. Misschien ook toch wel, want dat weet je nooit. Maar in ieder geval dacht ze, oh, Hans gaat naar school. En zo ging dat toen een heel wat beter eigenlijk. De 4 gesneuvelde Krimpense soldaten zijn daarna op 29 juni 1940 vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk met militaire eer herbegraven. Van die gebeurtenis hebben wij gevonden in de portemonnee van mijn vader een klein opgevouwen briefje waarin stond geschreven, familie Schouten, daar wij niet in de gelegenheid zijn om uw zoon iets te laten zien van ons kind en daar het hier in de kerk staat opgebaard, zou ik zeer graag de vrienden van hem bij de begrafenis zien. De kerkdienst begint om 10:00. Dan moeten ze zeggen dat ze bij de familie horen, want dan kunnen ze vooraan gezet worden. Vanuit de kerk wordt hij dan begraven. Zijn leven lang heeft mijn vader dat briefje dus in zijn portemonnee bewaard. Het was nauwelijks nog leesbaar. Op deze begraafplaats is een heel mooi monument opgericht voor de 4 gesneuvelde soldaten. Nobel, De Vries, Maurik en Buis. Dat monument wordt geflankeerd door een afgebroken boomstam als abrupt beëindigd leven. Na de oorlog werd er een bevrijdingscomité opgericht om de bevrijding te vieren. Heel belangrijk. Natuurlijk werd dat 5 mei, de officiële bevrijdingsdag. Maar in het begin ging het zo, het bevrijdingscomité vond het gepast natuurlijk om voorafgaand aan de bevrijding eerst even stil te staan bij de slachtoffers. En daarom werd er 's avonds om 8:00 in het gehele land 2 minuten stilte afgekondigd en in acht genomen. Dat was heel goed bedoeld natuurlijk.
Maar het bleek toch wat wrang voor de nabestaanden. Want direct na die 2 minuten ging het bevrijdingsfeest weer verder en startte de zweefmolen weer. Maar gelukkig heeft toen het comité 1940-45 heel goed werk verricht, jaar na jaar. Maar om te beginnen werd de dodenherdenking op 4 mei georganiseerd en pas daarna het bevrijdingsfeest. Toch kon mijn moeder het nooit opbrengen om naar die dodenherdenking te gaan. Want ze zei, al die mensen die naar je kijken, nee hoor, dat durf ik niet. Maar ze ging dan wel de volgende dag altijd, zoals zij dat uitdrukte, naar de krans kijken. Natuurlijk op de fiets en met mij achter op de bagagedrager. Maar haar oudste zus Anna heeft daar toen toch wat op gevonden in het familieverband. Mijn tante Anne woonde hier in het boveneind en als we dan gezamenlijk op de fiets naar de begraafplaats fietsen, dan stapte mijn moeder bij haar zus af en bleef daar achter om een kopje koffie te drinken. En de rest van de familie fietste door. En na dat kopje koffie zei Anna dan, zegt Neeltje, wil jij een glaasje pleegzuster bloedwijn? Dat is zo goed voor je gezondheid. De waarheid ervan, die bleek vanzelf. Want mijn tante Anne is 92 jaar geworden en mijn moeder zelfs 103. Na die herdenking landen wij dan allemaal aan bij tante Anne en oom Dirk van der Wal. En bij onze binnenkomst vroeg moeder dan altijd meteen en waren er een hoop mensen? En dan zeiden wij altijd, ja moeder, er waren toch zoveel mensen, nog meer dan vorig jaar. En haar reactie was dan altijd hetzelfde. Strijken zet, zei ze, oh, dat is mooi, dat is goed, ja, dat is mooi. En daarna werd het in familieverband toch altijd nog een soort van fijne avond. En die vorm van herdenken zijn wij altijd blijven volgen. Na de begraafplaats met z'n allen bijeen. Eerst bij tante Anne, later bij moeder Buis thuis, daarna bij mij thuis. En tegenwoordig alweer bij onze zoon Jan Buis thuis. Lieve mensen, nu houdt die coronapandemie onze bevolking in de ban. Maar anders zouden er hier ongetwijfeld nog weer meer mensen zijn geweest dan de vorige keer. Ter herdenking van de oorlogsslachtoffers. En ik mag iedereen verzekeren dat de nabestaanden van die slachtoffers daar nog steeds enorm veel troost uit putten. En dat zij wellicht net als moeder Buis denken, wat is het mooi, wat is het goed, dat er nog steeds zoveel mensen zijn die daaraan denken. En als dankbare nabestaande wil ik u een lang leven in vrijheid en vrede wensen. Ik dank u.